Yes, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Joshua en op dit kanaal ga ik jou laten zien hoe het leven er als digital nomad echt uitziet. En ik ga je laten zien hoe je online geld kunt verdienen, zodat ook jij kunt leven als digital nomad. We zijn vandaag in Chiang Mai met Mark. En wat we vandaag gaan doen, we hebben er al een hele werkdag op zitten eigenlijk. Ja. En vandaag gaan we een vriend van ons ophalen, dat is Sven. Sven komt als het goed is nu aan op Chiang Mai Airport, dus we gaan hem even ophalen. We gaan een appartement voor hem zoeken. En wat gaan we verder doen? Uit eten met hem. Uit eten natuurlijk. En het is wel leuk om te vertellen, want Sven is een van mijn allereerste studenten. Dus die is een halfjaartje geleden ongeveer, die begonnen met dropshipping, net als ik. En nu kan hij ook de hele wereld rondreizen. Dus hij gaat nu voor het eerst leven als digital nomad. Zijn eerste digital nomad reis, zeg maar. Hij blijft hier 8 weken. En wat ook wel leuk is, hij gaat vanaf morgen gaat hij werken in de Dropship Academy. Dus hij wordt een van de coaches in de academy, omdat hij het in een hele korte tijd heel goed heeft gedaan. Dus ja, jullie gaan het zo wel zien. Rijen moeten we natuurlijk wel even laten zien hoeveel we hebben omgezet. Hey, zullen we dat gewoon als standaard dingetje doen in de vlog? We beginnen met een screenshot. Ja, dat is goed, man. Anders denken mensen dat ik een scammer ben ofzo. Nee, ik zou het doen, ja. Oké. Voordat we naar Sven gaan, gaan we eerst even de sales bekijken. Het is nu 7 over half 7 Thaise tijd. En ik verkoop alleen in Nederland. In Nederland is het nu 5 uur eerder. En we zitten nu op 506 euro. 15 orders, het is nu zondag. Dus ik hoop dat we de 1000 weer gaan aantikken. Wat denk jij? Het moet goed komen. Camera is uitgevallen, dus Mark filmt even met zijn telefoon. Onderweg naar Sven ben ik een beetje op mijn bek gegaan. Dus ik heb overal schaafwonden, mijn horloge is kapot. De scooter die is fokt op. Het valt mee. Vol met krassen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben fucking netjes gevallen. Dus het ging zo, ik moest even een afslagje nemen dat ik aan het filmen was, maar mijn camera was leeg. Dus ik dacht, oké, ik ga even aan de zijkant. Mijn camera en mijn tas doen, die heb ik niet meer nodig. Dus ik neem dat afslagje en ik val vol op mijn bek. Maar ik heb mezelf heel goed opgevangen. De camera is heel, ik heb wat schaafwonden, doet fucking pijn. En ik ben waarschijnlijk een paar honderd euro lichter aan de scooter. Shit happens. Juiste instelling, jongen. Hè? Dat is de juiste instelling. Ja, man, het is wel een soort van mindset switch die je moet maken. Een jaar geleden zou ik misschien boos worden of verdrietig of me druk maken om wat ik zo meteen moet betalen aan de scooterwinkel of druk maken dat ik nu pijn heb. Maar het had altijd erger gekund. Ik had ook mijn arm kunnen breken, ik had mijn been kunnen breken, die scooter had nog kapotter kunnen zijn. Er had iemand achterop mij kunnen klappen. Ik had harder kunnen rijden. Er zijn superveel dingen die nog extra fout hadden kunnen gaan. En het ding is met zulke situaties, je kan je er druk om maken. Ik kan boos worden op mezelf, ik kan boos worden op dat mijn camera leeg was, dat Mark de verkeerde afslag had genomen. Ik dacht dan, wanneer komt ie? Iedereen 100 keer verkeerd. Maar weet je wat het is met zulke situaties, je gaat altijd op je bek. Nu ik letterlijk dan op een scooter, het kan ook zijn met ondernemen, met school, met alles. Maar uiteindelijk moet je die situatie accepteren. Dus ik accepteer dat ik pijn heb, je kan dan beter om lachen. Je doet er toch niks meer aan, we gaan zo lekker naar de dokter toe. We gaan eerst even Sven ophalen, die is net geland als het goed is. Dus ja, ik denk dat ik het zo meteen even moet ontsmetten. Want het zit, zoals je kan zien, dit soort dingen zitten. Het zit vol met vuil. Ja, les voor mij. Les voor jullie eigenlijk. Als er iets fout gaat, je gaat op je bek. Fuck it, je kan er niks meer aan doen. Probeer er het beste van te maken. Dus ja, weet je wat het is? Je kan hierom lachen, man. Je komt thuis, zit je, ah, ik ben op mijn bek gaan scooten. Ja. En dan? Ja, wat moet je doen? Ja. Ik ben wat opgefrist zoals jullie kunnen zien.
Wat we nu gaan doen, we gaan even naar het toeristenpolitiebureau kijken of Sven zijn portemonnee daar gevonden is. En we gaan even naar mijn scooterverhuurder om te vragen of het mogelijk is om een andere sleutel te krijgen, zodat ik mijn scooter terug kan krijgen. Want ik ben wakker geworden zonder scooter, met pijn in mijn voet, pijn in mijn arm. Sven had geen telefoon meer, Sven had geen portemonnee meer. Gelukkig had ik Sven zijn telefoon. Dus we gaan nu zijn portemonnee checken. Dus we gaan even kijken wat daar allemaal aan de hand is. Toch Sven? Jazeker. Dus we gaan even kijken waar jouw portemonnee is. Mooie schoentjes, hè? Kijk even. Oh, dat komt heel veel. Ik heb het verhaal wel een beetje van gisteravond. Volgens mij heb ik het verhaal verteld. Dat ik wakker werd. En in ieder geval, nu zijn we wat opgefrist. We hebben twee doelen voor vandaag. Doel 1. Jouw portemonnee krijgen. Ja. Absoluut, ja. Doel 2. Scooter boven. Doel 2. Mijn scooter krijgen. Want als ik mijn scooter kwijt ben, wordt dat een hele dure grap. We worden net wakker met een kater zonder scooter en zonder portemonnee. En wat hebben we verdiend? Gisteren, bijna 400 euro. Nou, toch lekker. Nou, laten we even zien. Jezus, man. Geef me dan een Jezus, man. Ik, iets minder. Niks. Nee, grap, jij loopt vast. Nee, helaas niet. Ik heb geen idee hoeveel schuld ik heb gemaakt. Dus dat ga ik jullie zo meteen laten zien. Anyway, we stappen nu. Normaal zou ik nu op de scooter stappen, maar dat werkt niet. Ja, wij gaan even alles regelen. Ik neem jullie mee en ik zie jullie zo. Maar. Overal pijn. Ik ben er niet uit. Kijk, als ik natuurlijk tegen de scooterman zeg van joh, ik ben mijn sleutel kwijt en ik heb hier allemaal verband. Dat gaat hij natuurlijk niet chill vinden. Dus, wat ik heb gedaan. We gaan een vest aandoen, zodat hij niet ziet dat ik pijn heb. Dus dat hij ook niet weet dat ik gevallen ben. Met 30 graden. Met 30 graden. Een vest aan, strijden. Ik heb mijn vest aangetrokken, zodat de man van de scooter niet kan zien dat ik gevallen ben. Ik betaal liever als ik terug ben met de scooter, dan dat ik nu tegen hem zeg van joh, ik ben de scootersleutel kwijt. De scooter kwijt en ik ben nog eens gevallen. Oké, jongens, we zijn bij de scooterverhuurder. En ik ben heel benieuwd wat ze nu gaan zeggen. Dus ja, ik zeg, let's go. Hallo. I've lost my key for the motorbike. Key? Ja. Oké, ik heb net de meneer gesproken van de scooter. Je moet sowieso 500 baht betalen voor de sleutel, maar hij weet natuurlijk niet dat die scooter helemaal kapot is. Maar dat komt als ik hem in moet leveren, dus in ieder geval, ik ben nu 12,50 lichter voor de sleutel en dan gaan we de scooter zoeken. Oké, jongens, we hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Het goede nieuws is dat we de scooter weer hebben gevonden. En het slechte nieuws is dat ome Sven, deze man, gisteren het goede idee had om de scooter te verstoppen omdat ik mijn sleutel kwijt was geraakt. Maar dat heeft gezorgd voor een wielklem. Dus we moeten even naar het politiebureau zorgen dat die wielklem wordt afgehaald. Een boete betalen waarschijnlijk en dan kunnen we gaan. Thanks. Graag gedaan. Oké, we zijn aangekomen in het politiebureau om de boete te betalen. Dus dat gaan we even doen. Pay fine. Oké, we moeten 400 baht betalen. Omgerekend is dat 10 euro voor een wielklem. Ja, klopt. Oké, dat is één grote grap. Ik moest 10 euro betalen omgerekend. En als het goed is, is er nu iemand de wielklem ervan af aan het halen. Dus als het goed is, als we nu terugrijden, dan heb ik eindelijk mijn scooter weer. En misschien is het een goed idee om een fiets te huren. Ja. Dat gaat echt niet goed. Ik ben al gevallen. Ik ben mijn sleutel al kwijtgeraakt. Ik heb al een wielklem en dat allemaal binnen 24 uur. Dus dat is best knap. Allemaal voor mij. Allemaal door om Sven. Omdat ik jou moest ophalen van het vliegveld. Omdat jij mijn scooter hebt weggezet. Daar ging het allemaal mis. Ja. Oh. Oké, jongens. Daar zitten we dan in het ziekenhuis in een rolstoel. Ja.
is niet zielig, hè? We hebben het politiebureau gehad, het ziekenhuis, de rolstoel. Up next, brandweer. Alleen de brandweer nog. Still Snoop Dogg and D.I.